Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Als u goed keek naar het eerste satellietbeeld, dan zag u dat er een krul in zit en die krul eindigt bij Zeeland. Net ten noorden daarvan ligt het lage drukgebied, dat later vanochtend voor de storm aan zee gaat zorgen. Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland hebben inmiddels code oranje en vanmiddag verplaatst de sterkste wind zich naar de noordkust en het IJsselmeergebied. Verder zeer wisselvallig weer, met vanochtend ook af en toe zon en vanmiddag steeds meer bewolking in periode met regen en in de regen daalt het kwik zelfs af en toe naar 14 graden. Vanavond wordt het dan geleidelijk rustiger, breekt ook weer wat vaker de zon door... en de regen en de wind trekken weg. Morgen hebben we dan totaal ander weer. De wind is een stuk rustiger, windkracht 4 à 5. Er zijn zonnige perioden, maar er vallen ook een paar buien. De temperatuur gaat ook weer omhoog, het ligt morgen rond 20 à 22 graden. Aan zee morgen windkracht 5. Maandag en dinsdag neemt de buigheid weer toe en moet de temperatuur iets dalen. Woensdag wordt het aantal buien minder... Maar de temperatuur gaat nog niet omhoog, dat gebeurt later in de week. Wees voorzichtig vandaag, volg de weerberichten van Weerplaza de hele dag. Ik ben Michiel Severin en ik zie u graag later vandaag weer terug.